Er valt voor de zorgsector een heleboel te leren in Israël. Digitalisering en innovatie spelen van oudsher een prominente rol in het land. Cybersecurity is van het allerhoogste niveau en data en AI worden op alle mogelijke manieren en plekken ingezet. Het landelijke EPD had al 25 jaar medische data van cradle to grave bij. De 5 medische ecosystemen kunnen snel innovaties implementeren en de medische bedrijven die hier gecreëerd worden verspreiden zich snel over de hele wereld en zijn zeer succesvol. Tijdens COVID-19 was Israël het eerste land dat vaccins grootschalig aanbood. En ook via uitstekende dataverzamelingen voor de wereld een inkijk gaf in de resultaten en de lessons learned. Het is tijd om te gaan kijken. Van 25 juni tot en met 1 juli 2022 hebben we een inspirerend programma langs de nieuwste toepassingen en uitvindingen rondom Tel Aviv en Haifa. Op het gebied van telehealth, e-health, wearables, AI, big data, 5G en blockchain. De reis is bedoeld voor bestuurders die de zorg willen vernieuwen. Het is heel leuk om dat met een gezelschap te doen, die ook in de zorg zitten en vooral ook daar het zicht hebben op innovaties. En daar kun je dan, nadat je de innovaties hebt gezien, dat ook met elkaar bediscussiëren, bepraten en ook vooral naar Nederland meenemen. Virtuele zorg in Israël is een bron van inspiratie en daar gaan wij induiken. Klassieke ziekenhuizen werken al veelvuldig virtueel, zoals het Sheba Hospitaal. En in het Sourasky MC in Tel Aviv werken ze met de Supernurse, een virtuele verpleegkundige, gebaseerd op kunstmatige intelligentie. De Temi-robots zijn in meerdere zorginstellingen niet meer weg te denken ter ondersteuning van de verpleging. En de TitoCare Kit, om op afstand diagnoses te kunnen stellen, wordt op heel veel plekken ingezet. We zullen de vibe van de vernieuwing ervaren in het land waar innovaties van alle kanten wordt gestimuleerd. In een week ontmoeten we innovatieve leiders van binnen en buiten de zorg. In Haifa, Jeruzalem en Tel Aviv en we bespreken met elkaar hoe we deze Israëlische inspiratie kunnen gebruiken om de digitalisering ook in Nederland te versnellen. Het is absoluut de moeite waard om daarheen te gaan en ik zou echt iedereen die in de zorg zit van dit soort reizen, we hebben een reis naar China gemaakt waar we dit ook helemaal hebben meegemaakt en heel erg inspirerend was, zou ik willen uitnodigen om ook hierin mee te gaan. Ga je met ons mee?